reken je nou een beetje uit wanneer je in die vruchtbare dagen precies moet klussen? Hoi, leuk dat je kijkt naar deze extra video. En deze keer kom ik met een video die heel vaak gevraagd is. De 10 belangrijkste tips om zwanger te kunnen worden. Want er wordt heel veel gesproken over alles wanneer je eenmaal zwanger bent, maar niet zoveel over zwanger worden. Zoals jullie misschien wel weten, heb ik tijdens mijn vloggen ook heel veel gesproken over dat ik zwanger wilde worden. Zaterdagmiddag was het echt, een beetje een teleurstelling, want ik voelde het helemaal niet aankomen. Normaal voel je het gewoon aankomen en dan denk je al, oh, het komt eraan. Maar ik voelde helemaal niks en ineens was het daar. Dus het was wel heel, gewoon wel weer even heel erg jammer gewoon. Het is niet zo dat ik er echt de hele dag van ondersteboven ben. Ik heb snel geaccepteerd en die avond lekker aan de wijn gezeten. En gisteren ook behoorlijk. Dus ik heb er wel weer even van genoten dat er dus geen zwangerschap is. Het is nu dus de 4e ronde. En dan hoor je later als je bij familie komt ook weer verhalen van 2 jaar. En ik hoop gewoon echt niet dat het zo lang gaat duren. Ik heb er ongeveer een half jaar over gedaan voordat ik zwanger was. Bij Yola, mijn eerste dochter, was ik echt meteen zwanger. Toen was ik in de tussentijd nog niet eens ongesteld geworden. Dus misschien met die verwachting in mijn hoofd vond ik een half jaar best wel lang. Ik heb in ieder geval wel echt ervaren wat het is om niet meteen te krijgen wat je wilt, zeg maar. En om er wat voor te moeten doen. Ik heb ook wel eens huilend op de wc gezeten omdat ik weer ongesteld was geworden en dat echt niet had verwacht. Dus in kleine mate heb ik wel een beetje kunnen ervaren hoe het is voor heel veel vrouwen. Want volgens mij ongeveer 80% van de vrouwen wordt binnen een jaar zwanger. Maar dat is een jaar. Dus dat is echt heel erg lang voor veel vrouwen. Het is echt niet zo van, je bedenkt nu dat je zwanger wilt worden en bam, je bent het meteen. Althans, voor de meesten. En dat is heel goed om in je gedachten te houden. Want anders kun je er alleen maar nog verdrietiger van worden. En krijg je het gevoel dat jij de enige bent waarbij het zo lang duurt. Anyway, laat ik maar snel doorgaan met de tips, want anders wordt het een veel te lange video. Tip 1. Gezonde voeding en vooral foliumzuur. Wordt eigenlijk al door alle artsen gezegd meteen vanaf dag 1 dat je weet dat je zwanger wilt gaan worden. Begin dan lekker met foliumzuur slikken. Het kan geen kwaad, het is goed, dus het hoeft niet. Alleen in het begin van de zwangerschap, maar ook echt al op het moment dat je weet dat je zwanger wil gaan worden. Verder, gezonde voeding deed ik ook al een beetje, grotendeels. daarbij gebruikte ik bijvoorbeeld ook tarwekiemolie, want ik had gelezen dat dat erg goed is voor de bevruchting. Dat de innesteling beter gaat, heb ik gelezen hoor. Haak me er niet aan vast, hè? Ik ben sowieso geen arts. Ik vertel eigenlijk alleen maar mijn tips uit mijn eigen ervaringen. Dus dat ben ik gaan gebruiken. Deed ik gewoon elke ochtend door de yoghurt. Dat was gewoon top. Dan tip 2. Alcohol en cafeïne. Allebei dingen om gewoon wat te gaan minderen. Mocht je dat veel drinken, dan zou ik het sowieso gaan minderen wanneer je zwanger wilt worden. Want cafeïne is niet heel erg goed voor je vruchtbaarheid. En alcohol desniettemin. Wat ik zelf een beetje deed met drinken. Het kan natuurlijk zijn dat jij heel erg van drinken houdt en dat je het echt moeilijk vindt als je nog niet zwanger bent om dat al te laten staan. Nou, ik hoef natuurlijk ook niet alles te laten staan, maar voor mezelf hield ik gewoon een beetje als regel, ik drink alleen wanneer ik ongesteld ben. Dat gaf dan ook meteen een beetje extra troost wanneer ik ongesteld werd van, oh, nu mag ik dan in ieder geval wel weer een wijntje. En ik wist zeker dat ik niet na de bevruchting alcohol zou drinken, want dan ben je natuurlijk eigenlijk al zwanger. Er zit altijd een periode dat je nog niet weet of je zwanger bent of niet en ook nog niet kan testen. Maar op het moment dat je dan alcohol drinkt, vergroot je wel degelijk de kans op een miskraam met ongeveer 10%. Dus ook met een afbreking van de bevruchting. Dus hou dat gewoon heel goed in gedachten. Tip 3. Een app voor je cyclus. Want je moet natuurlijk je cyclus gaan bijhouden, vormgeven, in kaart brengen. Dat is een beter woord. Hoe breng je je cyclus in kaart? Nou, er zijn superveel apps voor. Ik zal heel even de app laten zien die ik heb gebruikt. Ik heb er namelijk meerdere geïnstalleerd op mijn telefoon, maar bij deze bleef ik echt de hele tijd hangen. Dus deze vond, ik heb hem gewist. Ik vond dat echt een hele fijne. En die heeft dus ook op een gegeven moment alles mooi weergegeven. Als je op je App Store inklikt cycluskalender, dan vind je hem al.
Vooral na een paar maandjes, dan geeft hij gewoon heel goed je cyclus weer. Hij rekent uit welke dagen je vruchtbaarheid is. Dus in principe, als je dit goed zou gebruiken, dan heb je niet eens echt ovulatietesten nodig. Want dan kan je daarin gewoon zien wat je vruchtbare dagen zijn. En oftewel wanneer het dus handig is om ervoor te gaan. Dat noemen ze klussen. Tip 4. Hoe reken je nou een beetje uit wanneer je in die vruchtbare dagen precies moet klussen? Nou, dat is nogal wat. Want dat begon ik dus in het begin best wel uit te gaan rekenen. Oh nee, nee. In het begin dacht ik, het moet gewoon elke dag of meerdere keren per dag. Want dit zijn mijn 4 vruchtbare dagen. Dus laten we die 4 dagen gewoon helemaal vol stoppen met mogelijke bevruchtingen. Nou, ik denk persoonlijk nu, na het half jaar uitproberen, denk ik dat dat niet de beste manier is. Ik zelf denk dat om de dag de beste manier is, want dan is het sperma van de man in een betere kwaliteit. Ja, misschien is het ook handig als je tegen hem zegt dat het ook handig is om, zeg maar, zijn kwaliteit ook een beetje op gang te houden. Dus ook in die periode zodat je niet vruchtbaar bent, niet helemaal niks ondernemen met elkaar of zelf. Want dan houdt hij het een beetje vers, snap je? Denk ik. Oké, en dan tip 5. Mocht je er echt niet uitkomen qua uitrekenen wat jouw vruchtbare dagen zijn, dan kun je ook ervoor kiezen om ovulatietesten te gaan gebruiken. Nou, ik zal even een kleine inzicht geven in hoeveel ovulatietesten ik heb gebruikt. Echt rete veel. Deze hele doos zit vol. En omdat ik ooit deze video wilde gaan opnemen, heb ik ze allemaal bewaard. En ik dacht eerst nog van, ga ik ze allemaal nummeren en datumen en overal opschrijven hoe het werkte en wat ik ervan vond. Nou ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ik heb die van de Action gebruikt, die zien er zo uit. En ik heb deze gebruikt, die van Clear Blue. Deze is rete duur, €30 voor een pakje. Dan krijg je een soort apparaatje erbij. Stop je de test in het apparaatje. Dat ging ook heel vaak mis bij mij trouwens. En dan krijg je een smiley. En dat is het voordeel van Clear Blue. Je krijgt een smiley en bij deze krijg je een streepje, een controlestreepje. Dus eentje is gewoon de teststreep. En net zoals bij je zwanger of niet, is dit de tweede. Als die donkerder wordt, dan komt je ovulatie eraan. Maar ik miste die wel eens met deze. Dus ik had met de Action ovulatietesten wel eens dat ik hem niet te pakken kreeg, zeg maar. Dat ik geen 2 streepjes kreeg. Maar met deze wel. En wat ik dan wel weer deed, was wanneer ik een smiley kreeg op deze, ging ik ook deze erbij pakken. En die gaf dan ook 2 strepen. Dus uiteindelijk denk ik dat die van de Action prima werkt. En er zit nogal een verschil in. Want die van de Action zijn 2,50 voor 5 testen. En hier zitten er 8 in, geloof ik. 8 of 10. 10. Voor €30. Nou, reken maar uit wat het verschil. Deze heb ik ook volgens mij maar 1 keer gekocht. Ik zou het echt niet nog een keer doen. En uiteindelijk ben ik ook niet zwanger geworden toen ik deze gebruikte. Dus het biedt ook geen garantie van dat je dan beter weet wanneer je ervoor moet gaan. Mijn advies is, wanneer je ovulatietesten gaat gebruiken, gebruik ze dan van de Action en lees even goed op het erbijsluiter hoe je ze moet gebruiken. Want elke test is weer anders qua welke urine je wanneer moet gebruiken. Vond ik nogal gedoe. Ik gebruikte die van de Action gewoon in de ochtend. 6. Ja, die heb ik eigenlijk net al een beetje vernoemd. Wanneer moet je nou klussen met elkaar? Ja. Dat is dus uiteindelijk is dus mijn mening om de dag. En niet elke dag of meerdere keren per dag. Maar who knows of dat echt de werkende clue is. Het was bij ons echt die keer dat we dat deden, dat ik ook echt zei van we doen het nu gewoon even om de dag. We gaan nu wel even kijken hoe dat werkt. En ik wist niet eens precies wanneer mijn ovulatie was. Nou, hebben we gewoon gedaan en toen was het finally. Tip 7 is na het klussen, oftewel de bevruchting, blijf liggen. Dus zorg er eigenlijk voor, het is een beetje een strategische planning, maar goed, dat wordt het misschien toch al een beetje. Plassen voordat je naar bed gaat. Dan het beste in de avond met elkaar klussen. En dan daarna zorgen dat je niet meer naar de wc hoeft.
gewoon blijven liggen. Ik weet het, normaal is het voor vrouwen echt een no-go, want dan krijg je blaasontsteking enzovoort enzovoort. Maar nee, gewoon echt blijven liggen, alles binnenhouden. En het beste is gewoon zo in slaap vallen en gewoon niet meer plassen enzovoort. Benen omhoog, kussen je onder je billen, allemaal wel gedaan, geprobeerd. Volgens mij elke keer wel een beetje gedaan, maar ook die laatste keer niet meer volgens mij. Dus dat lijkt me niet echt nodig, maar wel blijven liggen in ieder geval. Tip 8 is een tip voor de mannen. Ook de mannen die kunnen hier wat invloed op hebben of wat bij helpen. Net zoals ik net al vertelde van dat sperma een beetje op gang houden, een beetje frissigheid erin houden. Maar er is nog iets. Walnoten schijnt heel goed te zijn voor de productie van de mannen. En wat was het nog meer? Oh ja, op een gegeven moment hadden we een filmpje gezien van iemand die vertelde dat het goed was om de telefoons niet meer in de zak te doen. Dus die heeft hij niet meer in zijn zak gehouden de hele tijd vanwege de straling en zo. Dat was niet goed. En ook niet al te afknellende onderbroeken of boxers of broeken. Dus gewoon een beetje laten wendelen en zo. Ja, en natuurlijk ook voor de man geldt een beetje gezonder zijn en misschien wat minder drinken. Maar weet je, zet er niet te veel druk op en ga vooral niet elke keer verwachten dat ze niks drinken, want het doet het gewoon niet ter goede. En ja, uiteindelijk gaan we over naar tip 9. Uiteindelijk is het gewoon het allerbelangrijkste dat je niet al te veel stress hebt. En relateer stress niet te veel met er te veel mee bezig zijn. Want een vrouw die zwanger wil worden, die is daar gewoon veel mee bezig. En dat is helemaal niet gek. Althans, dat heb ik ervaren. Dat heel veel mensen tegen mij zeiden echt om moe van te worden. Je moet er niet zoveel mee bezig zijn. Ja, ten eerste, ik deelde alles erover. Dus het lijkt al alsof ik er veel mee bezig ben. Ten tweede, ik wilde gewoon bepaalde dingen uitrekenen en weten. En rekening mee houden. Zover als dat lukte en als ik dat kon. Dus don't blame iemand die er lekker mee bezig is. Kijk, als het te veel een stresssituatie wordt, dan wordt het echt te veel aan de stresskant. En dan moet iemand even een stapje terugnemen. Maar dat is echt alleen maar wanneer het echt heel erg veel druk en stress oplevert voor jezelf. En ik denk dat iedereen dat zelf wel weet voor zichzelf van, nou, nu moet ik gewoon even een stapje terugnemen, want nu krijg ik fysiek last, enzovoort, enzovoort, omdat dat gewoon te veel stress oplevert. Ja, dan zijn we bij tip 10, de laatste tip. En dat is dus inderdaad, na een jaar ga je pas naar je arts toe. Maar hou daar wel rekening met een paar dingetjes. Mocht het bijvoorbeeld zo zijn dat jij toch een andere gedachte hebt over wat je misschien een keer hebt gehad onder de leden. Of je leeftijd is misschien anders dan anderen. Dan zou ik wel echt eerder gewoon alvast bij een arts een gesprekje aanvragen. En wat je ook kunt doen is, er zijn ook speciale consults voor vrouwen die zwanger willen worden. Ook daar kun je meestal een afspraak voor maken via je dokter of in het ziekenhuis of bij de verloskundige, geloof ik. Dus, nou, voor alle vrouwen die in het beginstadium zitten van zwanger willen worden, ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen helpen met deze video. Dit waren in ieder geval mijn ervaringen. Het kan best zijn dat na jullie vragen onder de video, dat ik nog meer op ideeën kom en zo. Dus als je vragen hebt, stel ze echt onder in de video. Dan blijven we gewoon nog hierover door praten en kletsen. En misschien komen er nog dingen in me op. Of misschien hebben jullie vragen over hoe hebben jullie dit of dit gedaan tijdens het zwanger proberen te worden. Laat het me allemaal weten. En laten we elkaar allemaal helpen om snel mooie baby'tjes te maken. Ik ben nu zelf 13 weken zwanger. En ik ben super happy de peppy ermee. Ik geniet heel erg van het kleine buikje. Maar ik wil natuurlijk niet al te veel daarop focussen. Want ik wil dat iedereen dit geluk heeft. En dat deel ik heel graag met jullie. Ik doe ook mee met Moeders voor Moeders op dit moment. Dat is urine verzamelen. Wat uiteindelijk een medicijn maakt voor andere vrouwen die moeilijk zwanger kunnen worden ook weer. En daarbij hoop ik gewoon jullie een beetje te helpen. En ook met deze video's. En ja, let's go for it. Doei doei, dankjewel voor het kijken. En vergeet vooral niet even te abonneren als je dat wilt. Dat zou ik heel leuk vinden.